beste mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Hoi Poots en deze video gaat volledig over de Sony A7IV die ik dankzij Sony mocht lenen. En ik wil alvast vertellen, Sony heeft hier echt niks over gezegd. Ik mag de review direct op YouTube zetten, dus zij zien ook helemaal geen tussenresultaat of iets dergelijks. Ik heb meegenomen Tom Roeleveld, die staat naast mij. En waarom heb ik Tom meegenomen? Oh ja, omdat ik een A7III heb. Precies. Alleen daarvoor, normaal schiet ik. Nee, wij, Tom en ik gaan wel vaker samen op pad. Maar dit is natuurlijk echt een mooie gelegenheid. Want de A7III was nog natuurlijk echt een succes. En er waren wel wat complaints over. En die hebben ze nu aangepakt in deze versie. Dus ik ben benieuwd. Ik heb zelf ook de A7III gehad. Sterker nog, ik ben door de A7III natuurlijk naar Sony gekomen. Dus ik ben benieuwd. Of wij die verschillen gaan zien en gaan merken. Dus lekker testen, toch? Zeker. Laten we dat doen. Ja. Oké, Tom, als we kijken naar deze camera. Wat valt jou het eerste op aangezien jij de A7III hebt? Een flipscreen. Ja, het flipscreen, heel veel mensen hebben daar natuurlijk om gevraagd. En bij de A7IV hebben ze hem er eindelijk opgezet. Draaibaar ook. Heel erg handig om daarmee te schieten. Zelf denk ik dat het vooral handig is als je verticale foto's maakt. Dus in de portretstand. Zodat je niet op de grond hoeft te liggen om te kijken of je compositie goed is. Maar gewoon lekker het schermpje kan gebruiken. Dus ik verwacht daar wel heel veel van. Maar als je camera aanzet, voor het eerst in mijn leven heb ik ook het nieuwe Sony menu gezien. Ja, dat ziet er een stuk beter uit. Ja, niet van mij. Was het chaotisch in je A7III? Ja, ja. Echt? Nou, heel veel menu items, maar vooral heel veel afkortingen. Ja. Gewoon, maar wat je echt moest gaan ontcijferen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nu 2 jaar het oude menu, maar ik heb echt redelijk mijn weg kunnen vinden. En sterker nog, ik moet nu weer even zoeken. Uiteindelijk zal het natuurlijk allemaal wel weer makkelijk gaan. Maar het was voor mij nu wel even zoeken van, goh, waar zit dan alles? Ziet dit er voor jou makkelijker uit, denk je? Denk je dat jij... Ja, ik kan je wel aan wennen. Ik vind het ook wel een mooi kleurscherm zo. En ja. Het zit wel gegroepeerd zoals ik het gewend ben in ieder geval. Dus dat is wel redelijk hetzelfde. En omdat dit natuurlijk een leentoestel is, heb ik niet alles ingesteld zoals ik het bij mij heb. Maar... Goed, dat zou ik natuurlijk wel doen als die van mezelf was. Maar in dit geval is dat niet nodig. Maar die twee dingen vallen mij in ieder geval als eerst op. En het derde wat mij opvalt, is de speciale knop voor movies. Oh ja. Want je kan dus, normaal gesproken heb je dus maar 1 movie knop bovenop. Ja. De draaiwiel, zeg maar. En nu heb je daaronder een knop om te kiezen tussen foto en video. Hier zo. Dus je kan heel snel switchen. En dat is natuurlijk ideaal voor zo'n camera, want dit is bij uitstek natuurlijk een hybride camera voor foto's en voor video. Ja. Dus dat valt me ook op. En nog één ding trouwens, wat me nu ook gelijk opvalt. Ja, we zijn toch bezig met eerste indrukken van deze camera. Ik zie hem ook voor de tweede keer of zo. Maar wat mij ook in ieder geval opvalt, is de knop hier zo. Ja. En die knop heb ik zelf ook op mijn A7R4. En dat is eigenlijk zodat het draaiwieltje vast zit. Heel vaak kwam het voor dat, dat je hem bijvoorbeeld op 0 had gezet, hè, de belichting. En dat hij in je tas zat en krik, ineens op +3 kwam. En dat alle foto's overbelicht waren. Ja, en nu zit hij gewoon muurvast. Dus goed. We gaan lekker foto's maken en we gaan een beetje rondlopen hier in Rotterdam. Zeker. En gaan we tegenkomen wat we leuk vinden aan de A7IV. En het leukste vind ik echt zelf is dat we de A7III van Tom, mijn A7R4 en de A7IV kunnen vergelijken. We gaan het zien. We gaan het meemaken. Natuurlijk allemaal op dezelfde lens en dezelfde instellingen. Dus in ieder geval Tom, bedankt dat hij hier aan meewerkt. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. We zijn een klein beetje aan het rondlopen om te kijken waar we foto's vanaf gaan maken. Ik heb natuurlijk wel al een idee. Maar goed, inmiddels staan we op deze plek. Ook een hele mooie plek aan de andere kant van de Oude Haven in Rotterdam.
Maar ja, het is eigenlijk een beetje wachten tot het blauwe uurtje begint. Want dan gaan de lichten aan en wordt natuurlijk hartstikke mooi en zo. Dus, maar ondertussen kan ik het wel hebben weer over die A74. Want wat mij eigenlijk ook opviel toen ik hem aandeed, was dat hij best wel snel is in vergelijking met mijn camera. Tussen elke actie in het menu, in mijn camera zit zeg maar toch wel een half seconde in. Ja, dit is best wel responsive. Dus als je drukt, gaat hij direct naar het volgende menu item. En ja, dat merk je toch wel, ondanks dat het maar een half seconde is. Dus leuk. Dat we eerst even wat light rails gaan schieten hier zo met het zicht op de kubuswoningen. Nou, volgens mij gaat het best wel mooi worden. Het is wel iets te licht misschien nog. Wat denk je? Is het te licht voor light rails? Heb je filters bij je? Ja. Oké. Okay. Nou, misschien dat het toch gaat lukken en anders komen we hier later terug als het iets donkerder is. Ik moet kijken om 10 mm te schieten. 10 mm? Dat is een 11. Welke? De Irix? Ja, en dan even kijken hoe dat voor dadelijk is. Ja, oké. Okay. Nou, dan komen we misschien zo terug. En Tom, ja. Die Sony A74, die is 33 megapixel. Denk je dat je die 9 megapixel meer gaat merken? Ik wil wel als je inzoomt wel. Ja. Dan zou je het wel zien. Ja. Blue van de Blue Hour is eindelijk naar voren gekomen. We hebben je een tijdje gewacht, maar daar is hij dan. En ik zeg je eerlijk, het ziet er best wel mooi uit. Ik ben natuurlijk kleurenblind, maar die kubuswoningen tegenover de lucht heeft best wel een mooi kleurcontrast. En als we dan toch hebben over de A74, ondanks dat het onnodig is, vind ik het zo leuk om dat schermpje zo te plaatsen. Gewoon omdat het kan, dat ik het ook maar gewoon doe. Dus ik denk dat dit wel mooie foto's gaan worden. En we gaan zo door naar de volgende locatie, anders is de avond alweer zo voorbij natuurlijk. Ondertussen neem ik jullie even mee naar Adobe Lightroom om daar verder te kijken naar deze foto. En het is handig om even in te zoomen naar 100% om wat meer van de details te bekijken. De foto is gemaakt met de Sony A74 en in dit geval de Laowa 10-18mm lens. Deze lens is wat softer en daardoor niet ideaal om te kijken naar de scherpte, maar het ziet er alsnog niet slecht uit. De bedoeling was uiteraard om light trails van voorbijrijdende auto's te nemen en dat is aardig gelukt. Wat we heel mooi kunnen zien is wat het dynamisch bereik van deze camera doet. Ik belicht een foto bijna altijd één stop onder om de highlights te redden, dus uit automatisme heb ik dat nu ook gedaan. Om te kijken of we witte highlights hebben of zwarte schaduwen heb ik de waarschuwing in Lightroom aangezet. Als we de belichting één stop overbelichten om een wat beter beeld te krijgen, worden de highlights direct overbelicht. Dat kun je zien aan de rode vlekjes. Daar zit in feite geen informatie meer als we geen aanpassingen meer doen. Als we de highlights via de slider wat terugbrengen tot de rode vlekjes weg zijn, is alle informatie weer terug en is de foto mooi in balans. Hetzelfde geldt als we spelen met de blacks, waardoor delen onderbelicht worden. Vaak zijn straatlampen een groot probleem bij een correcte belichting. Is de foto normaal, dan zijn de straatlampen overbelicht. We zien hier dat we ook die netjes terug kunnen brengen door de highlight slider te gebruiken. Let wel op, het is geen HDR, dit is gewoon een enkele RAW file. Zo, we hebben dus net de light rails gedaan bij de kubuswoningen. Nu gaan we richting de Willemsbrug. Want daar heb je natuurlijk ook een heel mooi zicht op allemaal verkeer. En dan is het misschien ook leuker om te kijken wat verschillende camera's kunnen. Dat hebben we net niet gedaan. Misschien bij de Willemsbrug ook nog niet. Maar waar ik het wel echt wil doen is het zicht bij de Oude Haven. Daar wil ik echt even met drie camera's vergelijken. En uiteindelijk in Lightroom even vergelijken. Dus we gaan weer een wandelingetje maken. Oké, change of plans. Want het water was zo rustig en de lucht is zo mooi dat we zoiets hadden van... We moeten hier toch even stoppen in plaats van dat we gelijk doorgaan voor de light rails. En ik vind het echt heel mooi. Ik denk dat dit een mooie plek wordt om de camera's even te vergelijken. Ik heb de A74, daar heb ik al foto's van gemaakt.
ben nu B-roll aan het schieten die jullie waarschijnlijk zo gaan zien of al hebben gezien. En dan wissel ik even de camera's met de lens hou ik natuurlijk hetzelfde. Misschien ook handig als ik even doorgeef welke instellingen ik dan gebruik, want ik gebruik nu F11 en ik maak 5 brackets. Op zich maakt dat niet zoveel uit, maar wat wel handig is, is dat ik de 24 mm van Sony gebruik, de Apex 4 lens. En die is natuurlijk wel echt super goed, dus aan dan daarvan kan je echt wel bepalen wat de kwaliteit is van de camera. Ik wil ook nog eigenlijk de dynamische bereik bekijken van de camera. Dus als je op ISO 100 schiet, in hoeverre kan je dan naar voren en naar achteren qua belichting. Dat doe ik zo, maar ik ga eerst even de camera's veranderen, want daar ben ik wel echt benieuwd naar. En dan nu het gedeelte waar heel veel mensen benieuwd naar zijn. De vergelijking tussen de Sony A7 III, de A7 IV en de A7 R4. Ik heb hier vrijwel 3 identieke foto's, allemaal gemaakt met dezelfde lens, de Sony 24mm 1.4 GM lens. Deze lens is de scherpste lens die ik ooit heb gebruikt, dus dit is in mijn ogen het maximale wat je uit je camera kan halen. Verder zijn de foto's gemaakt op ISO 200 met een diafragma van f11 en volledig onbewerkt, vergeet dat niet. De sluitertijd varieert wat omdat er wat tijd tussen de foto's zat. Helaas heb ik geen 4K monitor, dus deze screen cap kan wat opgeblazen overkomen. Als je in 4K kijkt, hou daar rekening mee. Eerst zetten we de A7 IV aan de linkerkant en de A7 III aan de rechterkant tegenover elkaar. Zoomen naar 100% en dan scrollen we wat door de foto om de scherpte te bekijken. De A7 IV heeft uiteraard 33 megapixel, waardoor deze net wat verder inzoomt dan de A7 III met 24 megapixel. De A7 III staat natuurlijk bekend als ISO koning en op ISO 200 verwacht ik eigenlijk met beide camera's geen problemen. Ook niet op ruisniveau dus. En mijn vermoeden wordt ook bevestigd. Er is geen spoor van ruis bij beide foto's te zien. Ook het dynamisch bereik is bij beide camera's vrijwel hetzelfde. De A7 IV komt net wat scherper over bij mij. En ik ga rustig door met scrollen, zodat jullie zelf kunnen vergelijken en je eigen conclusie kunnen trekken. Maar ik heb wel mijn eigen voorkeur. Uiteraard gaan we exact hetzelfde doen met de A7 IV versus de A7 R4. Ook hier zoomen we in tot 100% en kun je zien dat ditmaal de A7 R4 wat verder inzoomt, omdat we natuurlijk praten over bijna een verdubbeling in het aantal megapixels. De A7 R4 is iets gevoelig voor ruis, maar op ISO 200 is daar nog niets van te zien. De scherpte van beide camera's is fenomenaal en ik vind het persoonlijk heel erg moeilijk om een duidelijke winnaar aan te wijzen. Over naar ISO 400. Niet overdreven hoog, maar toch leuk om naar te kijken. Wil je nou extreem hoge ISO vergelijkingen zien van deze drie camera's, dan moet je vooral even uitkijken naar de komende video's waarin ik in Delft weer met deze drie camera's op pad ging om daar allerlei foto's te maken op hoge ISO's en deze natuurlijk gaan vergelijken. Maar voor nu beginnen we weer met de A7 IV versus de A7 III en we zoomen in tot 100% op beide camera's. En ook nu kan je weer goed zien wat voor goede camera de A7 III eigenlijk is. En dat is niet voor niets de reden dat ik ben overgestapt ooit van Canon naar Sony 3 jaar geleden. En begon met deze A7 III. Want het is vandaag de dag nog steeds een formidabele camera. En dan te bedenken dat deze camera uit 2018 stamt. We scrollen weer wat rond om te kijken of er iets is wat opvalt. Maar ik zie niet zo heel veel grote verschillen eerlijk gezegd. Vooral in de lucht kun je nu misschien wat meer ruis zien dan net op ISO 200. Maar daar blijft het ook wel bij. Beide camera's presteren echt heel goed. Ook zetten we de A7 IV weer tegenover de A7 R4 om de details te bekijken. Dus we zoomen in naar 100% en scrollen weer rond. Zoals verwacht bevat de A7 R4 met zijn 60 megapixel wel meer ruis dan de A7 IV. Waar ik me overigens niet zo heel druk over maak, want tegenwoordig is ruis echt heel goed weg te halen. Maar daarover laat wat meer. De scherpte is, zeker in combinatie met de 24mm GM lens, echt ongelooflijk goed op beide camera's, zelfs in de hoeken. Thank you.
En dan is het misschien ook nog wel leuk om even te kijken naar wat er verder nog in het RAW bestand zit van de Sony A7 IV. Dit zijn niet de bewerkingen die ik over het algemeen zou doen, maar ik zoek een klein beetje de grens op van wat er in het bestand zit. Ik zet de waarschuwingen in Lightroom voor over- en onderbelichting weer aan en zo zien we dat we de highlights nog een stuk lager zouden kunnen pushen als we dat zouden willen. Wie wel eens in Rotterdam heeft gefotografeerd, weet wellicht wat voor lightbeam het Kalex board eigenlijk is. En in vrij veel foto's die ik zie, is dit board echt overbelicht. Maar je ziet het, we hebben een goede controle nu. De schaduwen zijn ook helemaal open te trekken, zonder dat er data verloren gaat, oftewel pieken in de schaduwen. En als ik het dan even terugzet zoals net, dan kom ik even terug op de ruisreductie waar ik het net over had. Er zijn tegenwoordig heel veel tools die iets kunnen doen met ruis, maar zelfs de standaard Lightroom ruisonderdrukking zorgt ervoor dat de ruis vrijwel niet meer te zien is op de foto, terwijl de foto zelf scherp blijft. Haha, ik heb ze wel aan. Maar dat was in ieder geval de Oude Haven. Op zich best wel mooi gelukt en ook best wel mooi licht en mooi water, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat is top. We gaan nu naar de Willemsbrug en daar gaan we light trails doen. En dat wordt ook wel heel bijzonder, denk ik. Ik heb net trouwens wat filmpjes ook gemaakt met die A7 IV puur om te kijken wat de kwaliteit daarvan is. Maar wat me wel opvalt, eerlijk gezegd, is dat die switch tussen foto en video best wel goed werkt. Want je kan hem indrukken en dan heb je zo een andere instelling. En ik vind dat zelf wel prettig en eigenlijk best wel goed werken. Dus ik vind het jammer dat mijn camera dat eigenlijk niet heeft. Moet ik overstappen? Ja, gewoon erbij kopen. Ja, wou ik net zeggen, gewoon erbij, ja toch? Ja. Geld zat. Tuurlijk. Kom goed. Of Sony lief aankijken. Ja. Nee. We zouden naar de Willemsbrug gaan voor light trails, maar ik voelde hem niet echt en Tom ook niet. Dus we zijn eigenlijk doorgelopen naar hier beneden en hier hebben we wat shots gemaakt. En ik ben daar eigenlijk niet zo heel tevreden over per se. En daarbij is het zo koud dat we gewoon lekker gaan opruimen. Het is ook best wel donker geworden, dus ik vind het wel mooi geweest. Ik hoop dat jullie wat meer hebben gezien van de A7 IV, de Sony. Ik vond het leuk en prettig om mee te schieten. Hij werkt makkelijk. Het nieuwe menu is voor mij wennen, maar daar ga ik de komende dagen zeker aan werken. Ik zal ook nog kijken of ik wat betere of wat diepgaandere testen kan doen, zodat het ook voor jullie leuker is. En ik denk dat het ook interessant is om dus de vergelijking te doen van dynamisch bereik met andere camera's, bla bla bla. Alleen dat komt vast nog wel een keer. Tom, wat heb jij nog wat toe te voegen? Koud. Koud, ja, nou ik ook. Dus ik denk het beste is dat we gaan afsluiten. Ik zeg tot de volgende keer, mensen. Ciao.